bij een nieuwe video van JL Packbusters NL. Op dit moment ben ik aanwezig in Huizen Wagenaar. Het is de bedoeling om samen met Jesse een campersessie te gaan houden. Op nieuw water. We gaan voorvoeren. En ik ben benieuwd of het voorvoeren daadwerkelijk echt zijn voordelen gaat hebben. Ja, zoals jullie dus al zegt, we gaan op een nieuw water vissen. Een water, een open water. Ondiep water. Voor ons nog onbekend. We gaan dus 3 dagen voorvoeren nu. In een mix met boilies, gekruimeld, hele boilies. En particles om die kleine vis aan te trekken. En hopelijk, dat die, als die kuiper zit, dat hij erop afkomt. Ik ben benieuwd, Jordi. Ik ben ook heel erg benieuwd. We gaan het zien. We gaan het zien. Veel kijkplezier. Vergeet niet om te abonneren op ons YouTube kanaal om altijd op de hoogte te zijn van de nieuwe video's. Geef een duimpje omhoog mocht je het een leuke video vinden. En geef een reactie onder de video als je dat wilt. En dan zien we jullie de volgende keer weer terug. Met een dikke vis. Hopelijk. Op dit moment ben ik mijn voer aan het bereiden, waarmee ik ga voorvoeren en over 3-4 dagen mee ga vissen. De karpen die moeten gewend raken aan het aas. En dan zal je gaan zien dat op het moment dat je gaat vissen, dat het zomaar kan zijn dat je ineens veel aanbeten krijgt. Of ook sneller aanbeten krijgt. En op dit moment ben ik mijn boilies door de helft aan het knippen. Zo creëer ik verschillende diameters van de bol. Kan ik meer voeren. En komen de geurextracten die erin zitten, die komen beter vrij. Nou, ik sterk hem aan met een krill liquid. Die komt zometeen echt in de boilie te zitten. Nou, op het moment dat de boilie en de liquid onder water komt te liggen, zal je zien dat de liquid vrijkomt, in verschillende waterlagen van het water komt. En hopelijk trekt dat de vis sneller aan. We gaan ook nog voorvoeren met particles. Om de vis sneller op de stek te krijgen. En ik denk met deze mix van deze 3 verschillende producten hopen we dat we op een snelle manier vis op de stek krijgen. Ja jongens, zijn we aan het vissen, dan worden we gecontroleerd. Maar we hebben zoals altijd hebben we alles netjes voor elkaar. Vispas, nachtvergunning, dus ze kunnen ons helemaal niks maken. Meneer de proef. Nu haal ik de Engels wel even. Ja. Toch dacht meneer de politieagent dat hij ons te pakken had, omdat hij Jesse Alleen zag. En hij dacht dat hij met 4 Engels aan het vissen was. Maar nee, ze kunnen ons niks maken. Meneer, tot ziens hè. Ajoe. Wat is dit, vis? Ja, dik. Gewoon kaken man. Lekker man. Jongens, we vissen gewoon op open water. Eerste keer hier, volgevoerd de afgelopen 2 dagen. Pakken we gewoon een mooie vis. En hij voelt heel lomp aan. Hij voelt sterk aan. Terwijl ik niet eens de hengel in mijn handen heb, kan je gewoon zien aan de top. Ja man, dit is gewoon echt een mooie lompe vis. Open water, vriend. Wow, nou, mooi lekker, man. Ineens uit het niks. Uit het niks. Pieter is er even bij gekomen. Oh, dit is. Is geen voren, Jesse? Dat is geen voren. Winden. Oh. Jesse, jongen. Oh, wat een kracht, jongen. Lekker, man. Aan, vriend. Oh, de. Oh. Ik heb de slip wel pot dicht, toch? Ja, dat hoeft niet per se, hoor. Hij ging echt niet struiken, hè. Maar ik heb nu gestopt. Goed zo. Hij zit boven hoor. Hij komt straks naar boven. Komt ie? Spiegel! Gast! Oh, spiegel! Spiegel! Pak hem net, pak hem net. Hij zit hier voor. Spiegel meer? Stop. Gast, zit voor de spiegel! Ja, maar die bootje hoor. Oh, dat is een mooie vis, gast. In de net! Het lijkt wel een beetje lederachtig. Get in the net! Hij heeft alleen maar schub aan de bovenkant, maar dat heeft hij altijd. Hier, kijk. Oh, get in the net! Get in the net! In the net! In the fucking net! Oh, ja! Hoppa! Lekker! Bak! Oké jongens, Jesse heeft een prachtige vis in de handen. Eerste keer voor ons op dit water. Het is ook open water, het is gewoon kanaalvisserij. Deze vis, super sterk. Deze vis weggehaald midden in de vaargeul.
en gevangen op de FA-bollen. Magic krill, geen pop-up, gewoon echt anderhalve boilie. Nou, wat een topdingen. Echt niet normaal. Mooi vis. Nou, zullen wij zakken? Mooi vlot. Lekker yes, jongen. Yes, yes. Klasse. Jongen, ja? Ben je lekker koffie aan het maken? Ja, ik heb even een lekker sterk bakje pleur gezet. Op campingstijl? Op campingstijl, de ouderwetse stijl met de filter. Netjes, man. Jullie gaan het nu proeven. Ik denk dat hij het veel te sterk vindt. Denk ik ook, jongens. Ik drink nooit, maar dan ook nooit koffie. Nou, helemaal. Jullie drinken het ook niet. Proef maar. Ik begin maar. Nou, zo. Nou, jongens. Nou, zo sterk is het niet. Nee, is goed. Is gewoon prima. Tijdens deze vissessie maken we gebruik van twee verschillende montages. We vissen met de chotterig en met een basic rig die bestaat uit een freefall leader van 1,80 cm, een wattenlood, natuurlijk zelfhakingssysteem. Op het moment dat de karper mijn aasel pakt, dan haakt hij zich op het gewicht van het lood. Het lood schiet los van de onderlijn, dus de karper kan zich niet meer loswrikken op het gewicht van de lood. Vervolgens een klein anti-tangle sleeve die ervoor moet zorgen dat ik mijn onderlijn niet in de war gooi met mijn hoofdlijn. 18 cm onderlijn. Op mijn onderlijn een stukje putty die ervoor moet zorgen dat mijn onderlijn recht op de bodem komt te liggen. Op de haak heb ik een lijnalijnetje die zorgt voor het optimaliseren van de perfecte inhaking in de bek van de vis. Een haak, maat 4 of een maat 6, kan beide prima. Altijd ervoor zorgen dat de haak super scherp is, zodat hij goed vlees pakt. Een rigringetje, die zorgt ervoor dat de haak meer vlees pakt. Een hair van 1,04 cm, zodat ik voldoende ruimte heb voor een boilie en een pop-up. Het is helemaal niet erg als je hair toch aan de lange kant is. De karper die zuigt hem gewoon op. En vaak heb je ook, als je last hebt van brasem op de stek, kan een lange hair helpen. Voor de valse piepjes van de brasem. Dit is eigenlijk hoe we vissen. Een hele makkelijke rig, makkelijk systeem, maar wel echt een super effectief systeem. Groot deel wel voor, hoor. Maar die van 99,5 van Pieter, op de baas. Ja, hè? Stop eens weer doorbreken. Niemand doet dat. Ja, vis. Oh, ja, man, karpen. Hou op, blokken. Is het karpen? Ja, het is sowieso karpen. Ja, het is karpen, ja, ik zie het. Tweede vis, open water op het kanaal, jongens. Ik ben benieuwd wat het is. Deze vissen kan je wel ietsjes... Gewoon tweede vis, jongens. Kijk hem aan, hoor. Bizar. Op open water. Ik drink ongeveer lekker een bakje koffie. Net mij, gezet. Ja. Voor mij ligt echt vlak bij de obstakels. Wat is het? Spiegel. Weer een spiegel. Oh, bizar mooie vis. Oh, deze is wel best groot trouwens. Zou je mijn schip net even willen pakken? Oh, wat een mooie spiegel, jongens. Jongens, we gaan hem even scheppen. Jullie zien hem zo meteen terug. Fantastisch. Yes. We gaan kijken hoe zwaar die is. Hij is. Oh, wacht even. 12 kilo, man. Wel, hè? Min een kilo van het... 11 kilo. 11 kilo. Netjes. Kijk, jongens. Een 11 kilo spiegel op open water. Afgelopen 2 dagen voorgevoerd. Tweede vis nu. Tweede vis met de bollen van FA Baits. In de smaak Magic Krill. 20 mm bol. Klein pop-upje erboven. Er zit ook vis aan mijn andere hengel. 100%. Mooi vis. Ja, man. Echt ziek. Zou je wat water eroverheen willen gooien, Jesse? Ja. Even één keertje. Ja, man. Yes. Echt een... Oh, wat een dikke vis. Gewoon vlak bij mij in de buurt. Keiharde fluiter, uit het niks ook. Lekker koffie gezet net. Wat een dikke... Ja, dik 1,5 spier. Super grote staart. We gaan even een paar foto's maken, dan mag je weer netjes terug. Yes. Jongens, een prachtige spiegel van 11 kilo. Op open water. En nogmaals gevangen op de bollen van FA Baits. In de smaak Magic Krill.
Ik ben echt super tevreden over. Afgelopen 2 dagen voorgevoerd. Ze zitten blijkbaar echt vol op het voer. Kijk die rug. Wat een dikke vis. Mag je weer... Je zwemmen. Je zwemmen. Raad ze in. Kijk, daar gaat hij. Hoppa. Oh, wat een dikke vis. Nou, Jordi. Echt te ziek, jongens. Tik hem aan, hoor. Hoppa. En de nacht moet nog komen. Zeker. Dit is wel eventjes een goed moment om uit te leggen met wat voor bollen wij precies vissen en de afgelopen dagen ook hebben voorgevoerd. De bollen die wij gebruiken zijn van het merk FA Baits. FA Baits is een merk en een bedrijf dat gelegen is in Enschede. Ze draaien, ja, prijskwaliteit, goede bollen in verschillende smaken, in verschillende diameters, voor elke karpenvisser wat wils. De bollen die wij de afgelopen sessie hebben gebruikt en waar we ook hebben mee voorgevoerd zijn de bollen in de smaak Magic Krill. Het is dus een krilboilie, eigenlijk wel een vismeelboilie. Een super attractieve bol die zowel instant goed kan worden gevist als op langdurige sessies. We vissen op dit moment op een kanaal. En kanaalvisserij is echt een hele andere visserij dan wanneer je vist op een afgesloten put. Ik heb het zelf wel gemerkt, samen met Jelme Simmers gevist van het YouTube kanaal TwinCarp.nl. Heel veel geleerd en nu eigenlijk ook toegepast in mijn eigen praktijk. We vissen op een potentieel goede stek, hoe het eruit ziet voor ons oog. Een meer, dat weer grenst op de vaart, maar daar zit een brug tussen. En onze, ja, de vraag die wij onszelf hebben gesteld is de stek waar wij vissen nou een holding of nou de trekroute van de vis? Maar wij zijn ervan overtuigd dat de stek waar we nu vissen de trekroute is van de vis. Het meer waar ik net over vertelde, de holding is van de vis. Die ligt daar gewoon in de middag, daar op de ondiepere platen. Genieten van de zon of wat ze er ook doen, geen idee. En op een bepaald tijdstip trekken ze gewoon onder de brug door op de vaart waar wij momenteel vissen. We merken ook, net als gisteren, dat we vanaf 1:09 de aanbeten weten te krijgen. De schemering komt. We denken dat de vis dus van het ondiepe naar de vaart is getrokken om toch te azen. Nou, je hebt hier natuurlijk veel meer boten die hier langs trekken. Ja, heel veel voedsel komt daardoor vrij. Dus ja, de karpers die hebben er ook wat om te azen. De afgelopen 2 dagen hebben we hier dus ook vrij breed voorgevoerd. En eigenlijk na de 2e dag, dus de 3e dag, wanneer wij er gingen vissen, hebben we eigenlijk per stek maar een aantal bollen gegooid, zodat de vis echt op zoek moet gaan naar de bollen. Nou, dat heeft ook geresulteerd in 3 vissen. We blijven nu eigenlijk nog een kleine 8 uur, tot 1:11 in de nacht of in de avond. Dan gaan we kijken wat het brengt. Gaan we zien dat we weer vanaf 1:09 tot 1:11 aanbeten gaan krijgen, dan weten we gewoon zeker dat dit een trekroute is. Dat, daar, ja, dan kunnen wij als vissen kunnen wij weer onze techniek op aanpassen. Uit het niks, echt een keiharde fluiter. En vaak zie je dan dat hij, ja, als je een keiharde fluiter krijgt, meteen uit het niks, in plaats van dat hij heel langzaam oploopt, dan vaak dat wat kleinere vissen. Het is ook een kleine vis, maar dat mag de pret niet drukken. Klein schuppie. We proberen hem natuurlijk altijd zo voorzichtig mogelijk te onthaken, zodat de bek mooi intact blijft. Daar komt hij al. Een super harde ring heeft natuurlijk ook geen... Ik doe het liever rustiger aan dan dat hij... Precies. En op welke bollen, jongens, waren deze combinatie? FA Baits, Magic Krill in combinatie met een wit pop-upje, om hem toch visueel... aantrekkelijk te maken. Ik ga hem helemaal even een beetje aan de kant halen. We gaan hem jullie laten zien. Yes, jongens, prachtig schupje. Kilootje of 5. Echt een keiharde fluiter uit het niks. Jesse zei nog tegen mij, let op, we liggen net in onze slaapzak. En dan gaat hij af. Ik had ook net mijn GoPro uitgezet en 5 minuten daarna loopt hij gewoon weer af. Snel uit de slaapzak, hengel pakken. Oh! Je hebt hem nog. Ik heb hem gelukkig nog. En meteen blokken, naar achteren lopen, zodat de vis weg wordt gehouden van de obstakels. Er is dit wel een mooi visie. Nou, we gaan een fotootje maken. Een fotootje schieten voor jullie en dan zien jullie hem vanzelf in het verslag wel terug. Met een prachtige lamp erbij kunnen we in de nacht ook super mooi filmen. Je ziet genoeg muggen hier. Ja. Mooie naakslak in de wasteling. En dan mag deze vis van 1,5-6 kilo mag weer terug om groter te worden. Oh. En daar gaat ze weer. Meteen naar diepe. Tik hem aan, ouwe. Hoppatee. Lekker, man. Lekker, man. Ja, jongens. We zitten onder de paraplu. Alles opgeruimd, gelukkig.
En het begint echt een partij te regenen. Echt niet normaal. Allemaal treurig. De vangsten zaten tegen. Maar we zitten nu maar even onder de visparaplu. Nee, maar tot het droog is, dan spoel inpakken. Precies. Het is mooi geweest. Bedankt voor het kijken naar deze video. En vergeet niet om te abonneren op ons YouTube kanaal om altijd op de hoogte te zijn van een nieuwe video. Later jongens. Later. Toch ook niet best. Het is toch geen krab jongens. Het is een monster van een brasem. Dat is lekker jongen. Nou, we beide... geen last van krab dus. Precies. En hebben beide een witvis gevangen.